Sibo Hormans na 90 minuten voetbal tussen Go Ahead en Excelsior staat er 0-0 op het scorebord. Is dat een terechte uitslag? Ik denk dat zij de eerste helft fel starten. En wij zaten er de tweede helft al beter in dan hun, denk ik. Dus ik denk dat 0-0 een terechte uitslag is voor beide teams. Ja, ben je ook tevreden met het punt? Ja, Go Ahead uit is altijd moeilijk. Voor iedere tegenstander, denk ik. En ze hebben wel een aantal kleine kansjes gehad. Wij ook op laatste nog één grote kans. Dus ik denk dat we wel content mogen zijn met 0-0, ja. Ja, het was wel vooral de wedstrijd van de verdediging van beide kanten. Ik denk dat er twee goede organisaties stonden. Bij hun stond het ook redelijk goed, bij ons ook. Dus we hebben goed verdedigd. Ja, stiekem hadden jullie hem nog mee naar huis kunnen nemen, de overwinning, als die bal van Stijn erin was gegaan. Ja, jammer. Tegen de paal. Ik denk dat de keeper hem nog net even aanraakt. Ja, anders was het mooi geweest. Ja. Er is in het begin van het seizoen heel veel gezegd over de defensieve kant van Excelsior. Veel tegengoals. Nu houd je gewoon 4 wedstrijden op rij de 0. Dat is een record voor het eerst sinds 2003. Ja, dan mag je volgens mij tevreden zijn. Ja, dat is mooi. Bij de eerste keer in 20 jaar bijna dan. Het is de verdienste van ons allemaal. De middenvelders, aanvallers ook. Dus het is mooi dat we dat nu kunnen bevestigen wat we wouden. Ja, want ook zelf zit je de laatste weken goed in je vel volgens mij. Hoe komt dat? Ja, natuurlijk afgelopen 3 wedstrijden 2 assists. Dus dat zorgt ook wel voor wat zelfvertrouwen. Wat ik misschien al nodig had. Dus dat is alleen maar mooi. Ja. Hoe kijk je naar het seizoen tot nu toe van Excelsior? Ik denk dat we minder gestart waren als dat iedereen gehoopt had en zelf verwacht hadden. Maar we zijn nu de rug aan het rechten. Dus 4 keer de 0 zoals u zelf zegt. Dus mooi. Dat is een goed resultaat om op voor te gaan bouwen. Ja, zeker weten.